Een regeringsmissie naar het Boven-Suriname-gebied is naar tevredenheid uitgevoerd. In deze missie waren het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en het ministerie van Binnenlandse Zaken vertegenwoordigd. Anastasia Pocky, hoofdstafmedewerker bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken, blikt tevreden terug op dit werkbezoek. De BISA-functionaris maakte ook deel uit van de delegatie van Binnenlandse Zaken. Zij vindt het erg belangrijk dat de plaatselijke bewoners hun zegje mogen doen en gehoord worden door de beleidsmakers in hoogst eigen persoon. Ik mag in principe tevreden terugblikken naar de missie die we gevoerd hebben naar het Boven Suriname gebied. Daar de hoofdverantwoordelijke van het ministerie zelf in de persoon van de minister zich heeft georiënteerd in het gebied, de problemen heeft aangehoord. De problemen waren niet echt onbekend, maar het is altijd belangrijk als de bewoners al daar zelf hun zegje mogen doen, dat ze gehoord worden door de minister. Dus ik mag echt wel tevreden terugblikken. De minister is ook ingegaan op al de onduidelijkheden, de opmerking en de vragen die gesteld zijn door de bewoners al daar. En de minister heeft ook zijn toezegging gedaan. En ook de plannen die het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in het gebied voorgehouden aan de bewoners. En ik merk ook dat er van start is gegaan om invulling te geven daaraan. Volgens plan zal voor het Boven Suriname gebied een bureau voor burgerzaken te Djoemoe en te Assiedonhopo worden opgezet. Het bureau voor burgerzaken te Debike is aan renovatie toe. De bestaande bureaus voor burgerzaken al daar willen we ook ervoor zorgen dat die goed onderhouden worden. Het bureau voor burgerzaken te Debike is aan renovatie toe. En het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een technische dienst. Dus deze afdeling heeft ook al een oriëntatiebezoek gebracht aan het bureau voor burgerzaken, de Debike. De belangrijke zaken zijn al in kaart gebracht. Dus we wensen natuurlijk te werken aan deze zaken. Het onderhouden van de bestaande bureaus voor burgerzaken en het opzetten van een bureau voor burgerzaken. De dorpsbewoners hebben voorgesteld om in andere dorpen bureaus voor burgerzaken op te zetten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken neemt dit in overweging. U begrijpt dat we als ministerie een verantwoordelijkheid hebben. Het is dan ook belangrijk om na te gaan de bevolkingsdichtheid van dat gebied waar de mensen een bureau voor burgerzaken wensen te hebben en ook de ligging ten opzichte van het aangewezen bureau voor burgerzaken waar de mensen burgerzaken in orde moeten maken. En afhankelijk deze zaken gaan we dan in een rijtje moeten zetten om na te gaan hoe relevant het verzoek is. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie
hield een stakeholders consultatieve bijeenkomst betreffende het milieu en de sociale analyse. Dit alles wordt gedaan voor de ontwikkeling van de nieuwe sanitaire landfill te Ornamibo. Dit is een onderdeel van ESA, welke valt onder het project Design and Assessment of the Best Available Techniques and Best Environmental Practices Solid Waste Demonstration Project in Paramaribo. Volgens Claudia Maatsen, hoofd vuilophaal van OETNC, is de roep naar een andere sanitaire landfill enorm groot. Op dit moment is Ornamibo een open dumpruimte en het streven is om binnen korte tijd over te gaan tot een beter gecontroleerde stortplaats. Het doel hier van de bijeenkomst is dat nu er studies gedaan worden om te komen tot een sanitaire landfill. Ik het zo mag vertalen, is dat we op dit moment een open dump hebben en dat we daarna streven om binnen korte tijd, binnen een paar jaren, over te gaan tot een gecontroleerde stortplaats. Op dit moment wordt het veel gedumpt. We hebben een kleine achterstand in het afdekken en vanaf juli zullen we weer dagelijks afdekken, zodat de omwonende gemeenschappen minder last hebben van de stank en vliegen. Dirk Noordam, milieudeskundige, die zijn bijdrage ook levert in het proces om te komen tot een hervormde vuilstortplaats Ornamibo, is belast met het onderzoek op het gebied van het biofysische deel. Voor wat dit onderzoek betreft is er onder andere gekeken naar de milieuaspecten als het om de toekomstige vuilstortplaats gaat. Ik wil zeggen het biologische en het fysische deel, bodem, land, water, heb ik uitgevoerd. En ik heb daar een analyse van gemaakt wat de milieueffecten zijn van de geplande stort. Dus het is niet een onderzoek van de situatie van de huidige dumpsite, maar het gaat over de toekomstige landfill, de stortplaats. Wat we hebben gevonden, we waren eigenlijk een beetje verrast dat we toch minder verontreinigingen vonden dan we verwacht hadden aanvankelijk. We hebben gekeken naar de bodem, we hebben gekeken naar het water en de verontreiniging rondom het gebied van de landfill. Dus nogmaals, niet op de dumpsite zelf, maar rondom de dumpsite. Daar was de verontreiniging minder dan we verwachten. En er was maar in twee keer sprake van een overschrijding van standaarden. We hebben onze bevindingen vergeleken met de aanpak zoals het plan zoals dat ligt voor de landfill. En onze conclusie is dat eigenlijk de meeste problemen die er te verwachten zouden zijn in verband met het biofysisch milieu nogmaals, dus niet het sociale milieu, dat daarvoor maatregelen zijn ingebouwd in het nieuwe project. We hebben wel een paar aanbevelingen nog, namelijk van zorg ervoor dat er rondom de stortplaats een zone vrij blijft van bebouwing van 250 meter. Zodat als er iets zou gebeuren, dat er toch nog een zekere buffer is, dat de mensen niet beïnvloed kunnen worden. En verder hebben we voorgesteld om een fysieke bufferzone rond de stort te maken die bebost is. De grootste problemen zoals we die hebben gehoord van de mensen in het gebied, dat zijn dat ze last hebben van stank, dat ze last hebben van rook en dat ze last hebben van vliegen. Het ligt in de bedoeling dat de vuilstortplaats aan de onderkant wordt gedicht, zodat het lekwater in de toekomst niet meer in het milieu terechtkomt en dat er schoon water in de Pararivier stroomt. De plannen die omvatten het idee om te zorgen dat de nieuwe stortplaats op geen enkele wijze verontreiniging veroorzaakt naar het milieu of overlast naar de omwonenden. En daarvoor zal gezorgd worden dat de onderkant van de stortplaats wordt afgedicht met een ondoorlaatbare laag, zodat het lekwater uit de stort in de toekomst niet meer naar het milieu gaat, maar wordt afgevangen en dan wordt gezuiverd. En na zuivering als schoon water weer zeg maar in de rivier gezet wordt. De tweede is dat de stortplaats zal ook stortgas ontwikkelen. Normaal gaat dat naar de lucht in, maar wat wij doen is dat afvangen.
En daar zit methaan in. Dat methaan dat is schadelijk voor het milieu, dus dat zullen wij verbranden. Dan krijg je kooldioxide en dat is aanzienlijk minder schadelijk voor het milieu. De nieuwe stortplaats komt eigenlijk tegen de oude aan. Dus wat we willen doen is die oude dump een nieuwe vorm geven, zodat die wat effectiever is. En dan tegen een van de zijkanten gaan we al de bodem van de nieuwe stortplaats doen. Dus de oude wordt dan helemaal afgedekt met een toplaag eroverheen, zodat je daar ook geen last meer van hebt. En daarnaast in zeg maar, dat schiereiland wat gevormd wordt door de Pararivier, daar zullen we dan verder gaan met een nieuwe, maar dan de gecontroleerde stortplaats. Ons project duurt ongeveer een krap jaar. Zeg maar. Dus in onze studie doen we alle onderzoeken en maken we ook een gedetailleerd ontwerp. Maar plannen voor het aanpakken van Ormanibubo die bestaan al veel langer. De eerste plannen zijn misschien al 20 jaar geleden gemaakt. 10 jaar geleden is ook een nieuw plan gemaakt. En de uitdaging is ook daarom, als de plannen klaar zijn, dat we samen met de overheid, met de regering, ook naar goede financiële oplossingen zoeken om te zorgen dat er ook echt geld beschikbaar komt om de plannen te realiseren. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme voert het Suriname Business Climate and Innovation Program uit. Het doel hiervan is verhoging van de bijdrage en de toegevoegde waarde van de private sector aan de Surinaamse economie. Binnen dit programma wordt door het bureau Intellectuele Eigendom met technische assistentie van de Technopolis het project IP Management en Technology Transfer uitgevoerd, onder andere ter stimulering van productinnovatie en SME's. Intellectual property is one of the major things that in the past, particularly in the past 20, 30 years, have become very important factors for the economic success of companies. Yeah? Particularly those ones that introduce new products onto the market, new innovations, new processes. Yeah? And it is actually a topic that may be perceived by many as very legal, which it is, yeah, and very abstract, but in the end it is also very tangible. Yeah, few people know about that, and few people know how to make IP work even for small companies and that help them succeed in their business environment, in the country, but also abroad. Onder andere werden geconsulteerd Odanieva, de Melkcentrale NV, Fernandes Group of Companies, Gomfoods, Nimos en het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Waar we ook heel erg naar op zoek zijn, zijn die bedrijven die normaal net onder de radar blijven. Die je eigenlijk die mensen niet kennen, maar waar wel heel interessante dingen gebeuren, ook vanuit een IP-perspectief. Dat wat voor Suriname heel erg relevant is, is bijvoorbeeld de traditionele kennis, de vele traditionele kennis die hier aanwezig is en waar vaak in het buitenland veel geld mee wordt verdiend, met Surinaamse kennis. Dat is kennis die heel erg onder de radar is, maar die beter kan worden beschermd. Wat we al wel weten is dat we één workshop heel specifiek voor scientists gaan organiseren om de mensen aan de universiteiten en hogescholen meer basic tools te geven over hoe om te gaan met IP, ook in hun eigen onderzoek. Hele basale vraagstukken, maar wel heel erg relevant. We hebben één workshop eigenlijk voor het hele domein. Dat is onze kick-off workshop. Dat had ik eigenlijk het eerste moeten noemen. Die gaat begin november plaatsvinden. Waarin we heel veel uitleg gaan geven over hoe werkt dit nu in emerging economies. We hebben een collega die werkt in Afrika veel. We hebben collega's die werken in andere Latijns-Amerikaanse landen veel. En die komen hier naartoe om uit te leggen wat hun ervaringen zijn in andere landen met dit soort processen. En wat Suriname daarvan kan leren, zodat Suriname eigenlijk een snelle inhaalslag kan maken. Daarnaast gaan we een workshop organiseren, SEC voor bedrijven. Dus om echte IP-tools te geven aan bedrijven. En te zorgen dat bedrijven wat meer up-to-speed kunnen komen.